Goeiedag. Het was vandaag eindelijk weer eens een beetje zonnig. De dag die begon ook mooi op sommige plaatsen met een winters landschap, zoals op deze foto is te zien. Afgelopen nacht viel er wat sneeuw, met name in de hogere delen. In Gelderland was dat het geval en daar werd het dus ook wit en dat levert mooie plaatjes op. Maar ook elders in Gelderland was het toch echt wel even genieten van een winters landschap. De temperatuur liep mooi op en vanuit het westen nam de bewolking toe. En als we dan naar de kaart voor komende nacht kijken, dan zien we een storing boven ons land liggen met die bewolking. Er valt regen uit die storing, maar die trekt geleidelijk aan naar het noordoosten. En misschien dat er in Groningen ook weer wat natte sneeuw gaat vallen. Die storing hangt overigens samen met een enorm lage drukgebied boven Ierland en Groot-Brittannië. Een echt stormlaag is dat. Zeer zware storm is er gemeten. En lokaal ook in Ierland en Groot-Brittannië code oranje en code rood in verband met deze storm. Die ook morgen nog wel een rol van betekenis speelt in dat gebied. In Nederland valt het allemaal wel mee qua wind. Het lage drukgebied, die overigens storm Barra heet, die blijft ten noorden van ons. Kunnen we ook goed zien in de animatie. Hier zien we even de sneeuw mogelijk nog in het noorden van Duitsland ook. Morgen zijn er opklaringen en dan blijft het droog weer, met uitzondering van de kuststrook. Want daar kunnen toch nog wel een paar stevige buien gaan vallen. Misschien zelfs wel met hagel en onweer, is allemaal niet uitgesloten. En vrijdag komt er dan weer een nieuwe storing en die gaat geleidelijk aan ook weer neerslag brengen zoals het er nu naar uitziet. En ook dan is er weer kans op natte sneeuw. Nou, ik zoom eventjes in op de kaart voor vanavond en vannacht. Dan zien we die regen vanuit het zuidwesten komen. En dan zien we ook dat dit model wat natte sneeuw voorziet voor het noordoosten. Heel misschien dat het daar kortstondig even glad kan worden door die natte sneeuw. En morgen overdag kunnen we ook mooi die buien zien die dan met name in het westelijk deel van het land zichtbaar zullen zijn. Ik denk dat ze zich vooral beperken in de kustgebieden. Goed, vannacht dus die regen en misschien die natte sneeuw in het noordoosten. Dat trekt allemaal weg naar het noordoosten. Ook temperatuur die ligt zo rond de 2 graden. En vanuit het westen gaat het dan ook een beetje opklaren. En dan krijgen we morgen weer af en toe de zon erbij. Temperatuur loopt op naar 1 graad of 6. En net als voor komende nacht staat er een zuidelijke wind die overwegend matig is. Zoals gezegd, in de kustgebieden zou een enkele bui kunnen gaan vallen. Mogelijk ook wel met hagel en onweer. Dat is zeker niet uitgesloten. Dan donderdag, heel ander weerbeeld. Dan wordt het grijs, nevelig, wel op de meeste plaatsen droog. En ook weer frisser met 1 graad of 4. En vrijdag moeten we er rekening mee houden dat er weer natte sneeuw kan gaan vallen op diverse plaatsen. Waar precies, dat is nog wel onzeker. Het weekeinde ziet er ook ronduit wisselvallig uit. Temperaturen rond de 6 graden. Op zondag komt dan wel de zon er weer bij. En ook op maandag kan de zon af en toe doorbreken. En 's middags is het dan opnieuw zo'n 6 of 7 graden. Nog fijne dag.